Data science gaat alle publieke processen veranderen. We zijn eigenlijk nog maar net begonnen. Mijn naam is Jari Hiemstra. Ik geef leiding aan het bureau Informed, wat helpt om organisaties met data science slimmer te werken. Nou, hoe dat slimme werken bijvoorbeeld in mijn eigen leven vorm zou kunnen krijgen. Ik ben hier op een consultatiebureau. Bijna alle kinderen in Nederland, ik heb zelf 3 kinderen, moeten 15 keer bij een consultatiebureau langskomen. En professionals moeten daar 31 risicofactoren uitvragen om te kijken met hoe gaan die kinderen zich waarschijnlijk ontwikkelen. En eigenlijk kun je met data science heel goed differentiëren als overheid. Welke kinderen wil ik hoe vaak zien? Een consultatiebureau zou dan ook veel slimmer kunnen werken. Bijvoorbeeld sommige kinderen veel minder frequent vragen en andere kinderen misschien zelf outreachend gaan bezoeken. Data science biedt heel veel kansen om slimmer te werken, maar wat is nu eigenlijk data science? Daar weet mijn collega Tim, data scientist, alles van. Data science, het gebied, bestaat eigenlijk uit 3 disciplines. En dat is de wiskunde en statistiek, de informatica en de businesskennis. Hier zitten we dan eigenlijk. En wat we eigenlijk doen, is dat we met wiskundige algoritmes allerlei patronen uit historische data afleiden. Die data, dat kan van alles zijn. Dat kan heel groot zijn of heel klein. En dat kunnen gestructureerde gegevens zijn. Dus metingen bijvoorbeeld, of ongestructureerde dingen zoals afbeeldingen, tekst. En als we die patronen daaruit hebben gehaald, dan kunnen we daarmee modellen bouwen om nieuwe situaties te voorspellen of risico's te voorspellen. En dat doen we bijvoorbeeld voor de brandweer om het risico op brand te voorspellen in een bepaald pand in de komende tijd. Maar dat kan bijvoorbeeld Netflix ook doen om te voorspellen welke film jij waarschijnlijk leuk vindt om te gaan kijken. En die bevelen ze dan aan jou aan, zodat je die ook gaat kijken. En allerlei van dat soort modellen kunnen we dus afleiden uit historische data en daarmee de toekomst proberen te voorspellen. Nou, bijvoorbeeld in de gemeentelijke dienstverlening is bijvoorbeeld bij GGD's het opsporen van kindermishandeling of het signaleren van kindermishandeling. Eigenlijk, artsen hebben eigenlijk veel te weinig tijd in zo snel consult om te kijken van waar is er mogelijk sprake van kindermishandeling. Maar de computer kan in een hele korte tijd de hele historie van een kind doornemen. En daarbij bijvoorbeeld de open tekstvelden gaan analyseren. En eigenlijk een advies aan de arts geven, is hier mogelijk sprake van kindermishandeling? Waardoor de signalering eigenlijk echt heel erg verbetert. Nou, een ander voorbeeld wat eigenlijk veel eenvoudigere manier van toepassen van data science is eigenlijk het combineren van databronnen. En dat zie je hier bij de gemeente Utrecht bij de aanpak van huisjesmelkers. De gemeente Utrecht had in het verleden altijd het piepsysteem, zoals we dat noemden. Dus alleen als een burger of de signalen binnenkwamen dat er sprake was van huisjesmelkerij, dan ging de gemeente Utrecht iets doen. Maar tegenwoordig combineren ze allemaal databronnen en krijgen ze veel meer een soort risicobeeld. Welke panden is er waarschijnlijk sprake van huisjesmelkerij? En daar gaan ze op af. Eigenlijk een veel actievere rol van de overheid. Je kunt eigenlijk zo gek niet bedenken of je kunt wel data science toepassen. Of het gaat nu om het onderbouwen van beslissingen, het verkrijgen van diepere inzichten wat er gaande is, of risico's voorspellen. Het heeft eigenlijk enorm veel toegevoegde waarde voor de publieke sector. Er zijn ontzettend veel kansen om slimmer te werken als overheid met data science. Maar ik ben heel benieuwd hoe Jan Fraaien, directeur VDP, tegen dit onderwerp aankijkt. Jan, wat vind jij hier eigenlijk van? Nou, Jaring, ik denk dat data science een heel belangrijke nieuwe ontwikkeling is. Dat het echt een avontuur is. Dat het iets meer moet zijn dan het zoeken van een goede parkeerplek en zorgen voor een goede verkeersdoorstroming. Maar ik denk dat je data science op 2 manieren kunt gebruiken. Je kunt het goed gebruiken, je kunt het de mensen moeilijk maken en je kunt het mensen makkelijk maken. En wat is nou belangrijk voor een overheid? Dat de overheid een heldere lijn uitzet. Het mensen gemakkelijker maakt. Dat we voorkomen dat mensen dag in dag uit belaagd worden door bedrijven vanuit platforms. Dat we zuinig zijn op de publieke waarde. En dat we voorkomen dat mensen gereduceerd worden tot een risicoprofiel. En wat ik belangrijk vind, dat we oog houden voor de mens achter de data. Ja, dus Jaring, ik zou zeggen, ga ermee aan de slag. Maak er iets moois van. Doe het snel en doe het goed. Goede punten, Jan, die je maakt. Wat ik zelf al doe, is een onderscheid maken tussen de overheid die data science gebruikt als een soort big brother om iedereen te controleren en de controle nog verder te verscherpen. En meer de helpende overheid als het gaat om de soft sister. Een voorbeeld om mensen te helpen die bijvoorbeeld in verborgen armoede leven. Nou, het is heel belangrijk om daar gewetensvol mee om te gaan, om ook die soft sister kant, om daar data science ook voor in te zetten. Nou, een tweede belangrijke punt waar overheden meer op moeten letten is wie is nou eigenlijk eigenaar van de data. Dus als ze met softwareleveranciers of bedrijven in zee gaan, dat de data die de overheden eigenlijk zelf genereren, dat ze daar ook eigenaar van zijn, zodat ze die zelf kunnen analyseren om daarmee hun publieke doelen beter te bereiken. Een datagedreven manier van werken biedt de overheid heel veel kansen om slimmer te werken.
Maar de overheid is geen start-up. Dus hoe ga je deze verandering vormgeven in een bestaande organisatie? Nou, een goede aanpak waar ik zelf enthousiast over ben, is de metafoor van de brug. De brug vertelt eigenlijk het verhaal van hoe kom ik eigenlijk van de huidige situatie naar een manier waar ik op volledig datagedreven aan het werk ben. En die brug die heeft eigenlijk vier belangrijke componenten. De eerste component zijn de rocket projects. Dat zijn projecten waar je eigenlijk op een hele intense manier eigenlijk datagedreven werken al probeert te implementeren. In Utrecht heeft dat bijvoorbeeld met de huisjesmelkers gedaan, een topprioriteit van het college. De tweede component is readiness. Hoe krijg ik een aantal randvoorwaarden op orde die nodig zijn om echt datagedreven te werken? Dat kan bijvoorbeeld zijn in het maken van een data warehouse, maar het kan ook gaan om het bijscholen van ONS professionals, onderzoekers, statistiekmensen. De derde component van de brug is adoption. Hoe creëer ik een klimaat in mijn organisatie waar de mensen veel meer ontvankelijk zijn om met datagedreven manier te werken? Nou, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een masterclass organiseren voor managers om ze te laten ervaren wat betekent eigenlijk technologie, wat voor kansen brengt dat met zich mee. En last but not least, wat een hele belangrijke is simplicity. Simplicity is een hele interessante, wat stelt eigenlijk de vraag, welke dingen ga ik niet meer doen? Welke dingen ga ik mee stoppen? En heel veel organisaties doen ook heel veel dingen, heel veel tactisch beleid maken, beleidspoëzie schrijven en daarmee moeten ze echt ophouden om het datagedreven sturing mogelijk te maken. Wat me heel erg aanspreekt, dat je meteen begint met dingen die belangrijk worden gevonden in de organisatie. En dat je meteen resultaten boekt. Bijvoorbeeld in Utrecht met die huisjesmelkers is een belangrijk speerpunt van het college en de ambtelijke organisatie om daar iets aan te doen. En die pak je eigenlijk meteen aan met data science. En zo is data science niet een leuk speeltje, maar heb je meteen maatschappelijke resultaten. Nou, een van de grootste gevolgen voor ambtelijke organisaties is eigenlijk het hele tactisch beleid verdwijnt. Wat overblijft is uitvoering en slimme uitvoering met data science. En voor bestuurders betekent dat wat eigenlijk gaat verdwijnen is het geluk van het niet weten. Doordat er heel veel data is, kun je eigenlijk heel veel dingen begrijpen en weten. En schept eigenlijk ook een verplichting om, wat ga ik dan als bestuurder daarmee doen? Ik hoop dat ik jullie heb laten zien dat je met data science ontzettend veel kansen hebt om veel slimmer te werken. Pak die kansen, maar ga daar wel gewetensvol mee om. En het tweede, start met experimenteren met data science. Maar wees er wel transparant over naar je burgers wat je aan het doen bent.